Ik wil even wat zeggen over het begeleiden op zichzelf. Het minste wat je nodig hebt, zijn de juiste akkoorden. Het minste wat je nodig hebt, is ook dat je de juiste grepen bij de akkoorden weet te vinden. Nou, dat zijn allemaal zo'n basis. Daar ga ik nu vanuit dat dat gewoon allemaal helder is voor jullie. Zo niet. Zorg in ieder geval voor dat je dat in ieder geval goed voor elkaar hebt. Maar dan nu. Ja, als er staat een G-akkoord, dan kunnen wij allemaal dit spelen of dit spelen. Maar wat past nou het beste bij wat? Want we hebben natuurlijk ook een melodie die we te begeleiden hebben. En wanneer loop je nou een melodie echt in de weg? Of wanneer ben je er nou juist heel erg dienstbaar aan, zeg maar? Nou, dat ik me dat al überhaupt afvraag, wil eigenlijk ook zeggen gewoon van dat je als begeleider je altijd dienstbaar opstelt ten opzichte van de melodielijn. De melodielijn gaat als volgt. Stil, mijn ziel, wees stil. La 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 la. Ik zal het meest neurien. La 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 la. Nou, ik zal alleen maar even die eerste frase zo nemen. Dan heb ik bijvoorbeeld bij de opname van dit liedje ervoor gekozen om een soort van echo-effect te simuleren. Dus wat ik ermee bedoel is dit. Ik zing stil, mijn ziel wees stil, bom bom bom, la 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 la, bom bom bom, da 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 da. En hier ga ik mee met de melodielijn. Da, 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 bom, bom. Nou, om die tweedeling te creëren, zorg je er uiteindelijk voor dat de begeleiding, zeg maar, een ondersteuning gaat worden aan de melodielijn. Maar wanneer wordt dat uiteindelijk too much? Is dat als de begeleiding, zeg maar, zo ontzettend drukker gaat worden in de melodievorming die je dan ervoor kiest, dat op een gegeven moment de hoofdmelodielijn gewoon helemaal ondersmelt. Voorbeeld is dit. Stil, mijn ziel, wees stil. La la la. La 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 la. En als het op een gegeven moment ook maar gewoon constant dan dan ding 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 aan gewoon een monotoon gebeuren gaat worden, dan is het dus niet echt begeleidend aan de melodielijn.